Binnen of buiten, ondernemers hebben een goede zomer. Het is donderdag 27 augustus. Dit is Zeeland Nu. Wisselend weer stelt iedereen tevreden. Opnieuw aanhouding uitvaartfraude. En Westkapelle is perfect theaterdecor. Dag, dames en heren. Ondernemers in onze provincie kijken nu al tevreden terug op de zomer. Van binnenattractie tot strandpaviljoen en van buitenspeeltuin tot kledingwinkel. De afgelopen weken waren wisselend qua weer en daar heeft iedereen van geprofiteerd. Het is een hele goede zomer geweest. We hebben sowieso al gezien dat er heel vroeg heel veel boekingen zijn gemaakt in het seizoen. Dat is altijd een positief teken. Maar wat je ziet is dat het met name is dat de diversiteit in de weersomstandigheden ervoor heeft gezorgd dat mensen meer zijn gaan doen. En op het moment dat het een hele mooie dag is of de weken heel erg zonnig zijn, dan gaan trekken mensen toch meer naar het strand of gaan op het terras zitten. Terwijl als het net iets minder weer is, gaan mensen dingen ondernemen. Zouden we zulke zomers als deze van 2015 elk jaar moeten hebben om alle ondernemers tevreden te stellen? Nou ja, zeker in de afwisseling. Kijk, wat dat betreft voor de strandpaviljoen is een hele zonnige zomer natuurlijk het allermooiste. Voor een binnenattractie is regen vaak een goed teken. Maar ik denk juist de afwisseling die we nu hebben gehad zit voor iedereen wat wils in. Ik ga daarover verder praten met verslaggever Esme Beg op locatie in een speelparadijs in Vlissingen. Ja, dat is volgens mij een typische binnenlocatie, hè, met dit weer. Ja, zeker als je kinderen hebt, dan kan je hier prima een dagje voor maken als het regent zoals vandaag. Maar goed, zaterdag gaat het gewoon weer lekker de zon schijnen. Dan kan iedereen weer naar het strand. Ja, ondernemers zeggen dat ze dus een topzomer achter de rug hebben. Komt dat misschien ook doordat er meer toeristen naar Zeeland zijn gekomen? Nou, als we kijken naar de parken, de hotels, de campings, die zaten even vol als vorig jaar. Dus daar kan het in ieder geval niet aan liggen. Het kan bijvoorbeeld wel zo zijn dat we meer dagjes toeristen hebben gehad. Maar goed, die groep die meten we niet. Hè, hoeveel mensen er naar de stranden gaan en naar de steden voor een dag. Dus kunnen we dat ook eigenlijk niet weten. Ja, een topzomer. Was dit jaar dan beter dan vorig jaar? Ja, de ondernemers die wij gesproken hebben zeggen echt wel dat het beter was. Maar goed, betekent dan ook weer niet dat vorig jaar echt slecht was hoor. Maar kijken we dan naar vorig jaar, dan hadden we best wel wat weken achter elkaar goed weer, zonnig weer. En weken daarna regen. Ja, kom je hier op vakantie, dan kom je vaak voor een week of één of twee. Ja, en dan is het afwisselende weer op zich best belangrijk. Want als vakantieganger kijk je naar de weersverwachting. Ja, en is het bijvoorbeeld overmorgen slecht weer, ja, dan ga je bijvoorbeeld winkelen. Dank u. Alsjeblieft. Schöne Tag nog. De zaken gaan goed dit seizoen in deze Middelburgse kledingwinkel. Het is zelfs een stuk beter dan vorig jaar. Er zit echt een flinke groei in. Het is ook een stuk drukker geweest. Waar komt dat door, denkt u? Verschillende factoren wel. Het weer heeft heel goed meegespeeld. Ik denk ook eerlijk gezegd wel de aantrekkende economie. Maar ook strandpaviljoenhouders klappen in hun handen. Ook Jaap Wildenburg van deze Domburgse strandtent kijkt tevreden terug. We hebben niet te klagen. Is het beter dan vorig jaar? Vergelijkbaar, net ietsje beter zelfs. Je zou denken dat een paviljoenhouder liever wekenlang mooi zomerweer heeft. Toch heeft Wildenburg de voorkeur aan het afwisselende weer. Vorig jaar stond veel minder wind en hadden we echt veel meer mooie stranddagen. Nu staat er relatief veel wind, maar de mensen vinden toch nog het terras. En daar zit het onderscheid een beetje in. Deze ondernemers zijn zelfs zo blij met deze zomer dat ze volgend jaar op zo'nzelfde seizoen hopen. Opnieuw is er een verdachte aangehouden in de Middelburgse uitvaartzaak. Het gaat om een 43-jarige vrouw uit de stad die betrokken zou zijn bij de fraudezaak rond Memoriam Walcheren. Eerder werd al een 51-jarige man in deze zaak aangehouden. En naar nu blijkt, verdenkt justitie de twee van verduistering. Volgens klanten heeft de uitvaartonderneming gesjoemeld met rekeningen van begrafenissen. En ook de gemeente Middelburg krijgt nog 20.000 euro van het bedrijf. Of de aangehouden personen de twee uitbaters zijn van Memoriam Walcheren wil en kan de politie niet zeggen. Topdrukte op de jaarlijkse Nationale Uiendag bij Kolijnsplaat. Door het wisselvallige weer wisten de uienboeren massaal de beurs te vinden. Want uienboeren werken niet op het land als het regent. Als je achter ons kijkt, dan zie je dat het behoorlijk nat is en dat iedereen met laarzen aanloopt. En dat klopt. Ze hebben de tijd en ze hebben de rust. Dat zie je ook, ze komen al van vroeg. Weet je? En de sfeer was sowieso goed, want de uienboeren hebben een goed jaar. De opbrengst van de zaaiuien valt dit jaar weliswaar 10% lager uit, maar dat is positief voor de prijs.
En als de opbrengst wat lager is, dan zie je dat meestal de prijs, mits de afzet goed is, dat die wat oploopt. Dus, en dat zie je nu ook. De stemming op de uienmarkt is eigenlijk best wel redelijk goed. We praten over een nette prijs wat er op dit moment gegeven wordt voor de uien. 72 kinderen die dit schooljaar naar de brugklas gaan, doen deze week mee aan een cursus sociale vaardigheden van Indigo Preventie. Ze mogen niet herkenbaar in beeld, anders weet hun nieuwe klas meteen dat ze op de basisschool werden gepest of geen vrienden konden maken. Ze leren in de cursus hoe ze zich kunnen aansluiten bij een groepje op het schoolplein, hoe ze zelfverzekerd kunnen overkomen en dat het niet uitmaakt hoe een ander over je denkt. Een domper voor VC Vlissingen door het noodweer van gisteravond moet de club volgende week opnieuw 600 kilometer reizen naar Friesland. De wedstrijd in de KNVB-beker tegen Sneek werd namelijk na een uur spelen gestaakt bij een 1-2 stand voor Vlissingen. Verder spelen op het kunstgrasveld was niet meer mogelijk. Ja, het is zoals het is, hè. Daar kan je over gaan sip worden, maar weet je, we staan in ieder geval voor. En je hebt in ieder geval iets om voor terug te komen. Dus het is zoals het is en we komen gewoon terug, simpel. De bekerwedstrijd tussen Hoek en EVV uit Echt haalde wel het einde. Hoek werd uitgeschakeld. Dit is het enige doelpunt van de wedstrijd, gemaakt door Jeroen Bekkers. Zang, dans en toneel in de open lucht of in een verlaten gebouw. In de 15 jaar dat het Zeeland Nazomerfestival bestaat, zijn al veel plaatsen in onze provincie het decor geweest van voorstellingen. Westkapelle bijvoorbeeld is erg in trek, want daar wordt al voor de vierde keer een grote locatievoorstelling gehouden. De locatievoorstellingen zijn een populair onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival. Sinds 2001 zijn er van de 90 locatievoorstellingen de meeste op Walcheren geweest. Dit jaar is Westkappel voor de vierde keer aan de beurt. Een zomerdag van de Noor John Vossen. Maar wij hebben toch maar een mooi huis gevonden, waar of niet? En het ligt ook mooi aan de baai, waar of niet? Ja, we hebben geluk gehad. Het dorp is niet alleen geliefd vanwege het mooie uitzicht. Het is ook zo dat voor locatietheater dat je de faciliteiten nodig hebt om er te komen met een grote tribune, met licht, met geluidmateriaal. Dus er wordt echt trucks vol naar locatie gebracht en die moeten daar kunnen komen. En hier zijn die voorwaarden eigenlijk ook aanwezig. Dus je kan hier ook een grote voorstelling bouwen, decor bouwen en het publiek ook ontvangen. Dus dat zijn ook factoren die meespelen. Eerdere voorstellingen in Westkapelle waren de opera Sweetheart Come. De vrouwen van kamp Westkapelle. En zittend meisje over schilder Charlie Thorop. Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht. En die voorstellingen doen iets met een dorp. Het leeft zeker wel. Mensen zijn zeker wel geïnteresseerd in de voorstellingen. Ik zeg niet dat er massaal komen, maar wel veel. Bijvoorbeeld de voorstelling in het Molukse kamp. Daar kwamen veel emoties los, veel verhalen ook. Bij Charlie was het ook vooral de prachtige voorstellingen met het paard wat hier beneden over de duinpad liep, wat kwam, wat ook emotie gaf. Vanavond is de première van Een Zomerdag en nog te zien tot en met volgende week zaterdag. Gisteravond dan toch nog een mooie zonsondergang bij de Banjaard na het noodweer. Ja, en vandaag was het erg grijs en fris rond de 17 graden met zo nu en dan flinke buien. Morgen begint de dag overwegend zonnig. In de middag zijn er wolkenvelden, maar het blijft wel droog. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover deze nieuwsuitzending. Zometeen het uitgebreide weerbericht. Maar eerst kunt u kijken naar Lees het Landschap over de geschiedenis van de Zeeuwse gronden. Veel plezier daarbij. Voor nu een mooie avond. Dag.